Wat wil je nog? Wat heb je een droom nog? Wat je heel graag zou willen? Nou, mijn droom is eigenlijk al uitgekomen. Op tv komen. En ik, dat doe ik al vanaf toen ik klein was. En ik nog K3-liedjes zong. Maar ik vond K3-liedjes niet iets om op tv te komen. Dus ik dacht van, als ik dat zing, dan zal iedereen denken van, wat? Dat is misschien wel schattig, maar... schattig is geen ambitie. Nee. Maar, oké, je droom is uitgekomen, maar je hebt toch altijd weer nieuwe dromen, denk ik dan. Je zal toch wel weer nieuwe dingen... Je bent 9, je hebt nog een heel leven voor je. Je kan nog heel veel wensen. Ja, ik zou een deel van het geld ook aan arme kinderen gaan geven om een speeltuin in Zuid-Afrika te bouwen of zo. Want ik ben daar vorig jaar naartoe geweest en er waren allemaal arme kinderen. En ik kan niet gelukkig zijn met het geld als ik weet dat andere kinderen in Zuid-Afrika zonder geld leven. En dat is dan best wel zielig. Ik kan niet voor ieder kind kleren en alles kopen, maar ik kan tenminste wel een mijn broer, die is heel goed in ontwerpen maken van de speeltuin, zo'n soort zoebelhemel of zo. En hij maakt echt heel veel van die mooie tekeningen. En ik denk dat hij hier nou ook naar kijkt. En hij mag opblijven voor jou? Ja, ja. Hij mocht opblijven, ja. En hallo, Vincent. dus dan kan ik dat namaken en zo. En dan kunnen de kinderen fijn spelen. En dan ben ik gelukkiger met het geld als ik zie dat andere kinderen ook gelukkig zijn met het geld wat ik aan hen heb gegeven. Ja, Bertho. Ja. Papa is meegekomen, dat had niet eens behoeven. Het doet alles uit haar hoofd. Dat is knap, hoor. Zit dat in het gezin, deze sociale vaardigheid? Ja, dat zit wel in het gezin, ja. En Amira's moeder komt uit Zuid-Afrika. Ah, ze is Zuid-Afrikaans. Ja. Dus dat is wel mooi. Ja. Nou ja, weet je, Amira, ik wil je nog aan één manier voorstellen. Want kijk, misschien heb je geen dromen op dit moment. Je hebt dan die droom om de kinderen te helpen. Maar ook voor jezelf kan ik me voorstellen dat je ook wel misschien iets kan doen. Ik wil je even aan een man laten zien. Misschien, ik weet niet of je hem kent. Ken je deze meneer, hoe hij speelt en zijn muziek? Want het past wel een beetje bij jou, vind ik. Kijk even mee naar deze meneer. Zag je wie dat was? Ja, André Rieu. André Rieu.